Ik had net echt super veel stress. Dit is echt zielig. Dat zijn we morgen nog niet op school. Heel erg crazy shoppings gedaan. Ik hoop dat ik nog op tijd mijn video afkrijg. Ja! Goedemorgen. Kijk eens wie er bij me ligt. Mijn was echt vroeg wakker. Dus we hebben. Kusje. Mijn was echt vroeg wakker. Dus we hebben hier. Ik heb een broodje. Ja, we gaan naar beneden. Kijk, let op. Bosbaby opgezet. Zodat hij toch nog even wat kon doen. Want ik hoorde echt iets opstaan. Luc is al wel heel vroeg wakker. Echt al super vroeg. Kijk, dat is heel hoger. Oh ja. Oh, met oogdraad. Ik ga nu naar beneden eten, maar die jongen is dus vandaag donderdag. Ik wil een dan mag ik een knuffeltje. Met pasta. Is goed, maar mag ik een knuffel van jou? Ja. Oh, ze gaan maar opstaan. Met de dag beginnen. Jop, jop, jop. Dat zeg je iedere ochtend. Oké, we gaan echt beginnen. Let's do it. Hij blijft eraan plakken. Ja, want als je dit af hebt, dan zijn we morgen nog niet op school. Koud is hij nou? Zo koud. Oh my god, het is echt koud. Nou, ik ben nu dus even met de hond aan het lopen. Ik heb net de jongens naar school gebracht. En ik ga dadelijk even editen. Oh. Maar eerst ga ik even rustig ontbijten. Dat is wel echt lekker als de jongens naar school gaan. Dat je gewoon tijd hebt om heerlijk relax je theetje te drinken. En relax je ontbijt te eten. Oh, love it. Ik heb het echt koud, 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 koud. Mijn neus zit helemaal dicht. Ik ben bang dat ik verkouden word. Maar ja, zullen we wel zien, hè. Just keep on going. Ik zie er ook echt heel verrot uit nu. I'm sorry for that. Maar het is alweer vlogmas nummer 9. Wauw. Als ik het goed heb. Ik kan nu niet controleren. Ik heb mijn telefoon. Oh, wel, wacht. Het is een nieuwe vlogmas nummer 9 alweer. Yay! Vandaag weer super veel zin in. Ik heb wel wat dingetjes wat ik ga doen. Ik ga die allemaal zeggen. Ik ga het gewoon laten zien. En ik ga nu mijn camera in mijn zak doen. Want mijn hand bevriest er zowat af. Ik ga even dit crappy hoofd een beetje bijstellen. Ik ga vanavond alvast naar de stad om kerstspullen te kopen. En ik heb er super veel zin in. Ik heb nog wat dingetjes te kopen. Ik kan het alleen niet laten zien, want wij hebben altijd loodjes. En diegene mag dan niet weten wat je koopt. En nou, voordat diegene weet dat ik diegene heb, is het nog een beetje duidelijk. Maar nee, diegene mag het dus niet weten. Maar ik ga het vanavond dus voor diegene kopen. Maar ik kan niet laten zien wat ik heb gekocht. Maar ik ga ook even tussendoor een beetje shoppen voor mezelf. Dus het komt helemaal goed. Ik ga vanavond gewoon in Amsterdam naar de stad. Ik ga met de buf. Even samen wat eten. Alleen weet ik nog niet waar. We dachten eerst aan sushi, maar omdat ik gisteren al sushi heb gegeten, denk niet dat ik nu weer zin heb in sushi. Maar we moeten maar zo even bekijken. Ik wacht nu op Nick, want mijn laptop is echt hartstikke, hartstikke, hartstikke vol. Er kan echt niks meer bij. Wacht, ik ga het even één keer laten zien. Kijk dit even. Dit is echt zielig. Dus die zit echt chock en chock vol. Ik had gisteren een harde schijf besteld. Die gaat Nick nu dadelijk ophalen. Maar hij gaat eerst sporten en dan gaat hij ophalen. Dus ik kan nu niet verder. Ik heb echt mijn max aantal geheugen bereikt. Dus ik kan gewoon nu echt, echt, echt gewoon niks doen. En ik baal, dus ik ben maar even wat gaan eten. Ik had een broodje met salade gemaakt. En ik ga dadelijk wortels eten met hummus. Mediterraanse hummus. Die heb ik nog nooit eerder gehad, maar die lijkt me wel lekker. Voor nu, dit is eigenlijk voor nu. Dus ik wacht lekker op Nick, want die is sporten en ik kan nu niks. Shitty. Mijn video af is, ik krijg gewoon meer rust in mijn lichaam. Komt helemaal weer goed, zoals altijd. Gelukkig gaan de jongens nu wat langer naar school, dus heb ik wat meer de tijd. Half afgegeten broodje. En hier mijn thee. En hierna ga ik nog wortels met hummus doen. Ik zag het in de winkel, die hummus. En dan dacht ik van, nou ja, volgens mij is dat wel lekker. Ik probeer het gewoon een keer. Wie weet vind ik het zo lekker dat ik niet meer zonder kan. Ja, I know. I don't know. Ja, je weet nooit hoe het schip strandt, hè. Dus dat. Ik ga nu eten, want ik lul onzin. Nou, dit is dus die hummus, ik weet niet hoe je het uitspreekt, wat ik zei. En ik moet zeggen, hij ziet er wel echt super lekker uit. En hier heb ik mijn wortels. Ja, ik heb ze nu gewoon lekker grof gesneden. Dus ik ga even kijken hoe het smaakt. Lekker een dikke dot. Nu is echt lekker.
Oké, ik ben heel snel even onderweg naar Mediamarkt. Want die schijf die ik net heb gekocht, die doet het dus niet. Ik hoop dat ik nog op tijd mijn video afkrijg. Want ik wil vanavond naar de stad. En het is al 12 uur. En ik heb bijna niks aan die video gedaan. Dus ik heb een lichtelijk stress in mijn lichaam zitten. Maar ja, anyways, komt helemaal goed. Ik ga gewoon die andere uurs of... hoe heet dat ding? Geheugen ding. I don't know. Je snapt wat ik bedoel. Kopen. En dan hoop ik dat hij het dan wel doet. En dat ik gewoon normaal kan editen. Want ik word helemaal gek nu. Helemaal gek. Ik had net echt super veel stress. Mijn video wilde niet uploaden. Mijn harde schijf, dat werkte niet. Een nieuwe harde schijf moeten kopen, dat werkte ook weer niet volgens normale normen. Het duurde heel lang. Ik heb tussendoor de kinderen gedaan en geëdit. Echt sowieso geen succes om dat samen met elkaar te doen. Even ademen. Maar ik ga nu naar de stad, want ik moet nog even cadeautjes halen. Dus, en ik wil wel gewoon even weg, want anders, ja, even gewoon even mijn energie kwijt of zo. Ik weet niet, als ik de hele tijd hier in huis ga blijven, dan, ja, ik weet niet, dan irriteer ik me misschien alleen. Maar misschien is het wel even lekker om lekker frisse neus ook buiten te halen. Dus ik wacht even op Nick tot ik naar beneden kom en dan ga ik aan de metro fietsen. En dan ga ik gewoon lekker met het openbaar vervoer. Dan ga ik daar in de stad wat eten. Ik ben nog niet waar, ik zie het wel. Ik heb niks geregeld, ik heb niks gepland. Ik ga gewoon YOLO. Oké, dit heb ik tot nu toe gepakt. Dit is ook leuk, hè? Ja, dit is ook heel leuk. Oké, ik sta weer eens in een pashokje. En ik ga nu even mijn kleren oppassen die ik net heb gepakt. En daarna ga ik echt iets kopen voor kerst. Oh, jeetje, ik heb helemaal... Oké, ja. Sommige dingen vond ik leuk en sommige dingen vond ik echt niks. Die broek was veel te klein. Ik kreeg niet bij mijn buik dicht, dat kon ik jullie niet laten zien. Dat is gewoon echt freaking lelijk. Maar die teddy ding vind ik echt super leuk. Een mint M. En deze. Het colletje wil ik sowieso gaan halen. Maar ik had net XS en ik ga toch voor een M. Ik was toch een beetje te overenthousiast dat ik zo skinny was. Ik vind dus deze echt super mooi. Deze ga ik ook kopen. Het is van de Jennifer Lopez lijn. Pretty voor de kerst. Sushi again. Ja, ik. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Ik laat morgen in de video zien wat ik allemaal heb gekocht. Waaronder dit truitje en wat ik op mijn hoofd heb. En de rest laat ik morgen allemaal zien. Dus ik heb al een sneak preview gedaan. Maar ik heb niet heel erg crazy shoppings gedaan hoor. Maar ik had wel gewoon leuke dingetjes gevonden. Dus ik zie jullie morgen bij mijn volgende video. Tot aan kerst vlog ik iedere dag. Dus be prepared, baby. Vergeet niet het notificatiebelletje aan te zetten. Slaap lekker. Heel veel liefde vanuit mij, of course. Doei doeg!